Overigens, Klein Schaarsberg, we staan nu in Utrecht. Tegen de tijd dat deze video online staat, zit u in het vliegtuig richting Afghanistan, richting Oresgan. U bent de laatste commandant van de Nederlandse battlegroup, van de, zeg maar, de gevechtseenheden. Het feit dat de missie per 1 augustus wordt beëindigd, heeft dat iets veranderd voor u van binnen, zeg maar, voor het gevoel dat u heeft waarmee u op pad gaat? Voor mij en voor het bataljon is er eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Na een goede voorbereiding gaan wij aan de slag om datgene wat onze voorgangers bereikt hebben, om dat verder voor te zetten. Dat is de rol die het bataljon heeft. En expliciet komt er dan op neer dat wij met name samen met de Afghaanse veiligheidsinstanties en de internationale partners gericht zijn op het uitbouwen, het verbeteren van de veiligheidssituatie. Zodat andere eenheden aan de slag kunnen met de opbouw. En hoeveel man en vrouw denken we dan? Wij praten in totaal over zo'n 500 militairen, mannen en vrouwen. Waarvan een deel wordt gevormd door de Limburgse jagers, de sterkte van een infanteriekompie. Een infanteriekompie mariniers en een infanteriekompie uit aanzet van een luchtmobielbad. Hoe lang heeft de voorbereiding voor deze uitzending geduurd? De formele voorbereiding die is in oktober begonnen. Toen zijn we met name gaan samenwerken met de mariniers en met de infanteriekompie uit Assen. Samen met De Genie, die er ook nog met name bij is gekomen. En het provinciale reconstructieteam. Maar de eigenlijke voorbereiding die is natuurlijk al veel eerder begonnen. Sinds het moment van aanwijzing, wat medio van vorig jaar heeft plaatsgevonden. Nou, bijna tegen het eind van die voorbereiding komt opeens vanuit Den Haag het nieuws. Einde missie per 1 augustus. Wat was uw eerste reactie toen u dat hoorde? Mijn eerste reactie was van dat er in feite voor het bataljon niet zo heel veel verandert. Alleen aan het eind van de missie gaan we het niet meer aan een Nederlandse opvolgende eenheid overdragen, maar aan een andere eenheid. En hoe of wat, dat geeft natuurlijk een deel onzekerheid. Maar voor ons staat dat een paal boven water. Wij beginnen, wij gaan de lijn voortzetten van onze voorgangers. En we gaan het uiteindelijk goed overdragen aan onze opvolgers. Maar gaf het geen domper bij de manschappen van... ik kan me persoonlijk voorstellen, als ik op de rol stond om te worden uitgezonden, stel je raakt zwaar gewond in die laatste weken voor een missie die ten einde loopt. Dat zou toch wel heel knap en vervelend zijn. Ik ga natuurlijk niet speculeren over of iemand wel of niet zwaar gewond raakt. Maar de zingeving van de missie, die verandert voor mijn rotatie, verandert dan die natuurlijk niet. Dus dat is een andere plaats van de werkelijkheid is dat. Dus binnen het bataljon heb ik die vraag eigenlijk niet gehoord. Dus meer vragen die door de omgeving worden gesteld. Maar u kunt mij niet bewijs maken dat het feit dat de missie ten einde loopt, na uw rotatie van, ik geloof, 4 maanden, dat het toch een ander gevoel is dan dat je weet, nou, andere Nederlandse eenheden nemen na mijn periode weer over. Uiteraard geeft dat een ander gevoel, omdat je het gaat overdragen aan iemand waarvan je nog niet precies weet hoe of wat er allemaal gaat gebeuren. Dus dat is een andere situatie dan wat de Nederlandse eenheid gaat doen. Ik heb er wel alle vertrouwen in dat zij dezelfde lijn proberen voor te zetten die wij zijn ingeslagen, namelijk een betere toekomst voor de bevolking van Oeruzgan. Het laatste wat ik gehoord had was dat in de 4 bekende inktvlekken in de provincie, waar ongeveer 70% van de bevolking woont, de situatie relatief rustig is, afgezien van het voortdurende gevaar van bermbommen, Improvised Explosive Devices, IEDs. Heeft u nog nieuwste snufjes, middelen meegenomen om die bermbommen te kunnen opsporen? Van de situatie is hetzelfde beeld wat ik inderdaad ook heb, dat het relatief rustig is. In deze rotatie gaan wij in ieder geval nog een aantal explosieve opsporingshonden gaan we meenemen. Daar is al mee begonnen. Die lijn gaan we in ieder geval voortzetten. En voor de rest is met name heel goed nadenken over de risico's en daar bewust de keuzes in maken. Per 1 augustus is voor Nederland in Oeruzgan inpakken en wegwezen geblazen. Heeft u nog iets te maken met die enorme verhuisoperatie die dan op gang komt? De rol van dit bataljon, het bataljon Limburgse Jagers, is met name gericht op het creëren van die veilige situatie. Na het bataljon Limburgse Jagers zal in ieder geval nog een redeployment taskforce, de RDTF, komen. Die is met name gericht op het afbouwen van de operatie. Ik hoorde dat die verhuisploeg, zal ik maar oneerbiedig noemen, minstens 1000 man zal tellen. Dus het zal een tijdje behoorlijk druk worden op Kamp Holland. Het gaat natuurlijk drukker worden op Kamp Holland, maar datgene wat er komt, is afhankelijk van de situatie wat daadwerkelijk terug moet gaan. En dat is nog even, in ieder geval voor mij, is dat koffiedik kijken. Maar de eenheid die komt, is afhankelijk van datgene wat terug moet gaan.